En die werkt als adviseur, is aangesteld door het hoofdbestuur van de VVD. Een mevrouw die tot 3 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, omdat zij lid was van een terroristische organisatie die mij om zeep wilde helpen, die collega Eertmans een kopje kleiner wilde maken, gewoon Tweede Kamerleden, die veroordeeld is vanwege ongeoorloofd wapenbezit. Ze had een Kroatische automatische machinegeweer bij zich en riep Allahu Akbar tijdens de arrestatie. En die mevrouw, mevrouw de voorzitter, is nu bij de VVD adviseur, officieel adviseur van die partij opnieuw. En ik vraag aan deze minister, niet als partijleider van de VVD, maar als minister van Justitie, die net doet, hopelijk niet faked, dat ze het ook onverantwoord vindt dat wat er nu is gebeurd bij vluchtelingenwerk of niet hetzelfde geldt voor politieke partijen zoals de VVD. De minister. Voorzitter, betrokken is op geen enkele wijze officieel adviseur bij de VVD. Laat ik dat de heer Wilders meegeven als partijleider. Ik, woordvoerders hier van de VVD, worden niet geadviseerd door betrokkenen. Heeft ook niet een leidende rol daarin. De heer Wilders. Voorzitter, mevrouw Soumaya Saleh heeft zelf gezegd, en ik zal het er even officieel bijhalen, hoe ze het voor de radio heeft geroepen, dat zij adviseur is van het partijnetwerk Migratie en Integratie. Zij is adviseur, zegt zij, van het VVD-partijnetwerk Migratie en Integratie. En of u ontkent dat, of het is waar. En als dat waar is, vraag ik, waar is uw moreel kompas? Waar is uw moreel kompas om iemand die veroordeeld is voor de Hofstadgroep, die veroordeeld is omdat ze lid was van een terreurorganisatie, die Kamerleden als ondergetekende aan de Eertmans wilde vermoorden met een officieel of met een automatisch machinepistool, is gearresteerd, dat die een functie krijgt, wie ze ook adviseert, bij de VVD. Dat had ze en ze heeft vorige week voor de Radio 1 gezegd dat ze dat opnieuw doet. En als dat zo is, waar is uw moreel kompas? De minister. Voorzitter, ik geef aan, we hebben leden, mensen kunnen meepraten, aan tafel zitten. Dus ik kan zeggen verder wat ze daarnaast nog is. Ik geef u aan, dat was wat in de inbreng van de heer Wilders, officieel adviseur aangesteld, dat is niet aan de orde. Ik word niet geadviseerd door betrokkenen, Kamerleden hier worden dat niet. En een punt, dat is duidelijk. Ja, heel kort. Heel kort. Ja, nee, ja. Mijn vraag is aan die minister, is mevrouw Soumaya Saleh lid van het partijnetwerk Migratie en Integratie? De minister. Voorzitter, dat is wat anders. Dat heeft niks te maken met officieel adviseur. Ja, maar zo begon de heer Wilders niet. Hij zei officieel adviseur aangesteld. Nee, elk lid, iedereen kan lid worden bij de partij. En elk lid kan zich vervolgens inschrijven bij een netwerk. Dat is iets heel anders dan officieel adviseur zijn en op die manier een rol hebben. Dat is niet aan de orde. Dat is dus geen functie die betrokkenen heeft of heeft gekregen of daarvoor is aangewezen. Absoluut niet. Voorzitter, excuses, dit raakt mij persoonlijk. Sorry dat ik nog 10 seconden van uw tijd vraag. Er is dus een veroordeeld terrorist, is, of ze het nou leuk vindt of niet, lid van het partijnetwerk Migratie en Integratie bij de VVD. En u moet zich daarvoor kapot schamen. U heeft totaal geen moreel kompas dat iemand in uw partij die functie of dat kan doen, terwijl ze Kamerleden wilden vermoorden. De minister. Voorzitter. En ik heb de heer Wilders even wat meer ruimte gegeven vanwege de persoonlijke situatie.